Ik wil jullie graag laten zien hoe ik steken minder op een onzichtbare manier. En dit is een speciale manier om te minderen als je aan het rondhaken bent. Bijvoorbeeld bij het haken van knuffeltjes, ook wel amigurumi genoemd. Deze manier van minderen werkt niet als je steeds je werk moet omkeren, omdat je dan naar de achterkant van je steken kijkt. Dit werkt alleen als je naar de voorkant van je steken kijkt. Ik ben in mijn patroon op het punt aangekomen dat ik bijna een steek moet gaan minderen. Ik moet nog één steek gewoon haken, een gewone vaste. En nu moet ik twee steken gaan samenhaken. Als je dat onzichtbaar wilt doen, dan steek je van onder naar boven door de eerste lus. En van onder naar boven ook door de volgende lus. Alleen de voorste lus. Dan sla je om. Je haalt door die twee lussen. En dan maak je je vaste af. Als je dan gaat verder haken, moet je wel goed kijken welke lus nou de volgende is waar je in moet steken. Omdat je hier nu één vast hebt gemaakt door twee lussen heen. Dit lusje hier is die tweede steek die je geminderd hebt. Dus dit is die ene voorlus en dit is die tweede voorlus. Dus hier moet je niet insteken, je moet hier insteken. Dus de eerstvolgende steek die je heel duidelijk ziet, is de volgende steek die je gewoon haakt. In dit patroon moet ik 6 vaste haken en dan 2 samen. Dus dit is 2... 3, 4, 5, 6 en dan weer 2 samen. Van onder naar boven, door de voorste lus. Dan de haaknaald naar voren halen en ook bij de volgende steek. Van onder naar boven door die voorste lus. De volgende steek die duidelijk te zien is, is de eerstvolgende die ik haak. 1, 2, 3. 4, 5, 6 en nog een keer de mindering. En dit is dus onzichtbaar minderen.